Een hele goede avond. Godwin Afrië, fightpress.nl. Glory 62, Rotterdam. Vandaag nemen jullie weer mee achter de schermen. We hebben een aantal toppartijen staan. Ja, we hebben het 8-mans tournament. Daarnaast hebben we nog een aantal superfights. Dus ik denk dat jullie echt gaan smullen. Echt waar. We nemen jullie zoals altijd achter de schermen. En nu bij Glory. Let's go. Well, for those of you that are already with us inside Rotterdam Ahoy, and for those that may be watching around the world on the Glory YouTube and Facebook channels, welcome to a historic night of international kickboxing. If you would please help me in welcoming Ertuğrul Bayrak. And now, ladies and gentlemen, here comes his opponent, Donovan Wisa. Now we're here with Artur Kitchenko. Oh, very good fighter, very good fighter. Today, who are you supporting? And also, what are you going to show us? Yeah, I'm supporting Artur Gorlov. It is my top fighter in my team. Yes. Now I build up my professional team, and I'm bringing him here under 95 kilo. So I hope, I want to show to everybody, it's just like my style or my students, and in the same way or same fight style like me. Your fight style was always very, very, very entertaining. Always hard fighter, always fast forward, hard punches. Now he has to fight against Luis Infamous Tavares. Yes. What do you think of his style? He good fighter, he good boy. For my options, you know, for my way. Yes. I think I'm ready also fight for him, and for me it's easy fight. Okay, good. Because I have a lot of experience. Yes. And I'm old fighter, yeah? Okay. For my younger guy, it's yes. Good experience, it's good fight, but I think if he listen to me and yes. Do it everything what we practice in the gym, then he will be okay. in top. We zijn hier met niemand minder dan Ibrahim Selak. Ga hem volgen op Instagram, dat sowieso. Zojuist hebben we één partij gezien en dat was Ertuğrul Bayrak tegen Donovan Wisse. Wat vond jij ervan? Want ik vind jou persoonlijk altijd gewoon, je hebt altijd een sterke mening, je bent een kenner. Hoe vond je de wedstrijd gaan? Ik vond het voor de kijkers echt een toppartij om te zien. Ze waren echt aan elkaar gewaagd. En je zag de zelfvertrouwen die Donovan in de eerste ronde gelijk meebracht. Maar de ervaring van Ertuğrul die heeft het dan toch in de tweede ronde en de derde ronde toch overgenomen. En dat is ook wat de partij heeft beslist. Die heeft het verschil gemaakt. Als zou je ronde 1 aan Donovan hebben gegeven, ronde 2 aan Ertuğrul en ronde 3 ook meer in het voordeel van Ertuğrul. Ja, dan heeft hij wel inderdaad die terechte split decision gewonnen. Ja, de ervaring heeft het gedaan. Dan hebben we niemand minder dan Chris Baia. Die moet het op gaan nemen tegen Marat Grigorian. Ja. Marat Grigorian. Op dit moment vind ik Marat, ja, ik zeg je heel eerlijk, in die klasse de top. Ja, absoluut. De top. Ja. Welk gewichtsklasse was dat? 70 kilo. Ja. Dus al die 70 kilo gamvechters. Ja. Eerst even tegen Marat vechten. Ja. En dan praten we wel verder. Ja. Hey, kijk, be real. Speaking about the devil. Kijk. Dat is goed. We hebben het net over jou, dus nu moet je erbij komen. We hebben het gewoon net over je. Marat. Een van de topvechters vind ik zelf persoonlijk. Als ik naar je kijk in de derde ronde, je hebt gewoon lucht. De meeste mensen in de derde ronde, dan zie ik ze gewoon gas terugnemen, indirect. Ik weet niet wat je eet, hard drinkt. Hard op trainen. Snap je? Maar hij blijft gaan. Een beetje karakter, dus dat moet toch in u zitten, snap je? Als dat niet in u zit, die doorzettingsvermogen, dan komt dat dan niet, snap je? Soms ben ik ook moe, maar doorzettingsvermogen is hoog. Ik wil gewoon gaan. Ja, pa, nu moet je gaan vechten. Hoe voel je? Ik voel me scherp. Ik kan niet meer weg, eerlijk gezegd. Het is in de laatste uur, denk ja. Ik. In een uurtje zal ik vechten. Ja, een beetje stress. Ik moet een beetje nog opwarmen. Ja. Dat voel ik me gelijk goed. Het moment dat die bel gaat ting. Dan verander ik.
in een andere persoon. Machine. Ja, ik weet niet wat er gebeurt met mij, dan verander ik. Ja, ik weet niet. Ik heb wel een hele interessante vraag voor jou. Een vraag wat denk ik heel veel mensen wel willen stellen. Jij bent wel op de hoogte van Typhoon Ozgan. Ja, tuurlijk. Ja. Hoe zie jij jezelf tegen hem? Zou je dat een interessante partij vinden? Want zou je tegen hem willen vechten? Tuurlijk, waarom niet? Ik sta open voor iedereen. Waarom maakt het niet uit of dat Typhoon is of dat hij bij is? Of dat maakt voor mij niet uit. Nee. Iedereen is voor mij welkom. Ja. Ik regel geen partij, ik doe gewoon mijn ding. Ik ben een vechter. Mm-hmm. Ik regel voor mijn partij, ik vecht. Mm-hmm. Ik kies geen tegenstander eruit of zo, niks. Ik ben niet zo'n vechter die mijn tegenstander eruit kiest. Ik vecht gewoon, dat is al. We're here with Stojan Koprivlensky. And he just fought a fight against also a strong opponent. What do you have to say about the fight? I think it was not my best fight. It was not my night. I lost on points, but I lost from a good opponent. Tijani is good, and I'm looking forward for maybe third fight with him or with somebody else. Doesn't matter. Did you have the feeling that he really wanted to fight with you, or did you have the feeling that he was a little bit of running away? No, he did a smart fight. He was running away, but he was making good points with his hands. So yes. It doesn't matter who walks forward or backwards. It's important who is making the points, and that was him. I miss a lot. It doesn't matter that I go forward, I throw some punches and kicks that didn't land. Yes. So I think that was my mistake, that I didn't, You didn't corner him. Yeah, I didn't corner him. Or when I corner him, I do 1-2 or I leave him go away. What would you do differently? Let's say if you've seen the match, you have played the match. Yeah. And today they say, okay, again. Yeah. What would you do differently? I would not go so much forward, maybe. I'll stay more and wait him to come. And I think then I'm gonna do much more better. Or when I cut him at the corner, I'm gonna work more with combinations, not single punches. And cage kicks. Yeah. It's a good learning moment. When you finished from the game, did you have a feeling that you were disappointed, or did you have a feeling that you can do better, or how did you feel after the game? I feel like I have to learn more. That's a learning process. Every fight I learn and try to do this on the training and develop my skills more. So this is what I feel. Are you going to train harder? Are you going to train differently? Are you going to do things that you didn't do? Or are you going to do the same things? Some of the things I'm gonna do the same, the other I'm gonna change. And of course I try every time to work more smarter and harder also. Both. Yes. Both have to go to walk together, the smart work and the hard work. It's true. Well, I hope to see you soon. Yeah. Then I come also. Then I'll also go to Mike's gym. Then they'll kick. They kick me some ass. Huh? They kick some ass out of me. Yeah. But I wish fuck you up. Don't yeah, man. He thinks he's gonna win. I can fight also. Eh? I know it. So thank you very much for this interview. And what do you have to say? Because in life, sometimes you win, sometimes you lose. But some people, when they lose, then they fell down. But from you, I see your spirit is still there. Yeah, sometimes I win, sometimes I learn. That's it, what I have to say. I keep going forward, and you'll see me with the belt one day. We zijn hier met Champway. Champway. Toch? Weg naar het kampioenschap. Onderweg naar succes. Ja. Hoe ging het volgens jou? Ik moet de wedstrijd nog terugzien, maar als ik de mensen om me heen moet geloven en ik de verhalen moet horen, heb ik het goed gedaan. Ja. Ik vind ook dat je het goed hebt gedaan, man. Het zag goed uit. Zojuist hadden we Stojan ook even gezien. En hij zei ja, Tijani heeft gewoon slim gevochten. Ik vroeg hem ook, wat vond hij ervan? Want het leek net of je hem even ging tikken.
en dan wegrennen. Vond hij dat niet? Vond je dat niet irritant? Hij zegt nee, hij was gewoon slimmer. Nou kijk, ik geloof in het spelletje, zoals ik gisteren al zei, hit and not get hit. Snap je? Floyd Mayweather, je kan zeggen wat je wil, maar mensen zeggen ook dat hij dat doet. Ik ben dan Tijani Vestati. Ik wil, op mijn manier wil ik mijn ding doen. Dus dit is mijn manier van vechten, dit is mijn spelletje. Ik wou niet te veel risico nemen, ook niet omdat hij handig is met zijn spinning back fist, met zijn hoge trappen. Dus ik had mijn gameplan, ik weet wat ik moet doen. Wat de andere mensen ervan vinden, moeten zij, dat is hun ding. Maar de manier hoe ik het heb gedaan was voor mij het safest en was voor mij goed. Dus ja, het is onnodig om risico te gaan nemen als je nummer 2 staat en je tegen de nummer 3 vecht. En het is een rematchpartij en hij is nog eens een beetje sneaky met zijn dingetjes. Heeft het geen zin om risico te gaan nemen. Dus dan heb ik gewoon gedaan wat ik moet doen. Op dit moment ben ik de jongste in de game hier en wil ik ook graag op jonge leeftijd kampioen worden. En dat is waar ik heel keihard voor train en waar ik het voor doe. Dus, ja. Naar wie kijk je op als vechter zijnde? Wie waren jouw favoriete vechters? Mijn favoriete vechter, ik keek natuurlijk vroeger naar Badr. Ik keek heel veel naar Badr. Ik kijk ook voornamelijk naar Anthony Joshua. Niet alleen in de ring, maar ook buiten de ring, weet je. Is een geweldig atleet en doet business, zowel binnen als buiten de ring doet hij top. Dus dat zijn een beetje mijn voorbeelden. Ook gewoon hoe ze zijn als personen eigenlijk. Ja. En ja, dat vind ik wel mooi en goed om te zien. Nu lijkt het alsof er een beetje een gat is tussen Siti Chai, Marat en de anderen, zeggen ze. Hoor ik in de wandelgangen. Okay. Hoe gaan we dat gat dichten? Ik heb dat soort dingen niet gehoord, zoals jij het zegt, maar als dat zo is, dan zal het zo zijn. Kijk, ik kijk naar mezelf, ik kijk niet naar andere vechters. Ook helemaal niet naar vechters van bijvoorbeeld andere organisaties. Ik kijk eigenlijk gewoon meer naar mezelf, naar mijn eigen prestaties, naar mijn eigen kunnen, naar mijn eigen. En ik wil gewoon graag een title shot tegen de kampioen, tegen Siti Chai. En ik wil de mensen laten zien dat ik het anders ga doen dan de laatste keer. En dat ik volwassener ben geworden in het vechten. En dat het een heel ander gevecht gaat worden dan mijn eerste keer tegen Siti Chai. En dat wil ik de mensen gewoon laten zien. En als ik dat op jonge leeftijd nog zou kunnen doen, zou dat geweldig zijn. Gewoon een title shot zou voor mij op zijn plaats zijn, ja. En hier met niemand minder dan Ertuğrul Bayrak. Zeker weten. Je hebt zojuist je debuut gehad. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb inderdaad mijn debuut gehad. Ik ben een hele getalenteerde vechter. Donna van der Wisse. Mijn debuut. Dus ik was extra gespannen. Dat kon je ook zien in de eerste twee rondes. Maar ik denk dat ik in de derde ronde, met mijn stukje ervaring, heb ik toch de wedstrijd naar me toe kunnen trekken. Vertel ons, ik wil even in de diepte gaan. De wedstrijd begon. Je zag dat hij meteen druk kwam zetten. Ja. Wat hield jou tegen om niet te gaan liggen? Wilskracht, broer. Het zijn al die opofferingen die ik heb gemaakt in mijn wedstrijdvoorbereiding. Dat kan je niet zomaar uit de handen geven, weet je wel. Dus je moet... Je moet weten waar je voor vecht. En dat wist ik. Ik wou gewoon winnen. En dit was gewoon de eerste stop. En ik heb mijn ogen gericht op de belt, bro. Ik zag dat je veel die binnenkant pakte en je zag dat hij er doorheen ging. Ja. Op een of andere manier dacht ik, hij heeft het door. Op een gegeven moment zag ik die linker knie. Ja. Zat er doorheen. Dat zag jij ook. Je hoek zag het ook. En toen was het, op een gegeven moment was het gewoon oké. Knieën, hoek, binnenkant. Knieën, hoek, binnenkant. Ja, mooie analyse, bro. Ik heb je door, ja, man. Ja, man. Dus de eerste ronde, een beetje afwachtend. We wisten dat hij zou gaan drukken. Ook even inkomen, weet je wel. En de tweede ronde gingen we wat meer met low kicks werken. En in de derde ronde hadden we echt door dat hij last van die benen had en zijn lichaam. Dus begon ik ook veel te knieën naar het lichaam. En op een gegeven moment zag ik ook dat zijn conditie dat hij een beetje omlaag ging. En daar maar hij wilde niet neer, hè? Hij wilde niet neer, maar... Ook hij kwam met die drang van ik kom vanuit Suriname en ik ga niet verliezen tegen Ertuğrul Bayrak. Ja, precies. Dus... Nee, man, een zware krijger, zeker. Ik zag hem echt...
paar keer happen en dacht denken van nee, gaan we niet doen. Hey, it takes two to tango, dus zeker weten. Ik was blij met deze matchup en ik wil natuurlijk Donovan Wissen ook bedanken. Ik heb hem natuurlijk persoonlijk ook bedankt en bij deze nog een keer. Het was een hele sportieve jongen en het was een leuke partij. Ga je sterker uitkomen? Ja, sowieso. Sowieso, dat is de bedoeling, toch? Ik weet niet meer de bakken stil gaan zitten, toch? Nee, dat kan zeker niet. Dat zijn we niet van je gewend, sowieso niet. Dus we weten dat je een strijder bent. Ja, sowieso. De vriendje is er all the way. Altijd. Derde ronde zag ik dat je echt gewoon... Ja, ging strijden. Ja, moest wel. Je gaat hem toch niet gratis geven, zijn gevecht. En ook al ben je leeg, ook al kan je niet meer. Maar gewoon voor jezelf, je trots die je voor jezelf hebt. Ik kom van te ver om hier te gaan liggen. Dat gaan we niet doen. Dus die wilskracht is wel, dat sprak ik ook met Ertuğrul over. Hij zei, hij begreep niet, man. Ja. Hij begreep niet. Ik zeg, ik begrijp, maar hij komt van ver. Precies hetzelfde wat hij ook heeft van, ik wil niet verliezen. Dus dat is... Diezelfde drang om gewoon door te gaan. Geen enkele vechter wil neergaan. Je wil sowieso niet neergaan. Dat is geen prettig gevoel. En ja, zolang je kan blijven staan, bleef ik staan. We gaan door het bittere eind. Ik vroeg hem, ik zeg, dit is wel een rematch waardig. Hij zei sowieso. Hij vindt ook dat jij zeker wel tot de top 5 hoort in de 85. Ja, sowieso. Daar gaan we zeker naartoe. En een rematch komt sowieso, maar alles op zijn tijd. We lopen voor niks weg. We gaan de party gaan aan. Even een lekkere vakantie. En we komen nog veel sterker terug. Ik denk ook dat je sterker gaat terugkomen. Ik bedoel, de meeste mensen kennen je nu op dit moment niet goed, maar heel vaak wanneer je tegenslagen hebt, dan kun je zien waar een vechter van is gemaakt. Klopt. Dus ik ben benieuwd waar wij jou weer gaan zien. Ja. Want ik weet niet. Ik weet gewoon dat jij niet gaat opgeven. Dus nee, dat sowieso. Dat past sowieso niet mee. Past niet in je systeem, toch? Maar je gaat zien, dus komt bij Glory, hè? Sowieso, Glory, toch? Bij Glory, ja, hij heeft een contract bij Glory. Ja, dus ja, ja, ja. We zijn voorlopig zijn ze niet van ons af. Oké, mooi, zo beter. Goed om te horen. Ja, toch. We zijn hier met niemand minder dan Mike Passanier. En Sojay heeft één van zijn pupillen heeft moeten vechten tegen de nummer 2, Marat Grigorian. Mike, hoe vond je het gaan? Hartstikke goed, denk ik. Hebben denk ik in mijn optiek als we verloren hebben, nipt verloren. Het was heel close. Dat kan gebeuren. Ik kan in mijn leven. Kijk, zulke partijen, dat is waar het publiek voor betaalt, snap je? En als we die kunnen geven, ja, winnen of verliezen, het hoort erbij. Wat denk je dat het verschil heeft gemaakt? Nou, het verschil, hij was wat actiever, niet veel. Mijn vraag is dan, is het dan ervaring? Is het dan omdat Chris dan misschien te veel heeft gegeven in 1 en 2? Nou, Chris heeft niet te veel gegeven in 1 en 2. Het is heel simpel. Chris heeft hiervoor ook 2 verschillende partijen verloren, ook nipt. En dan kan het een beetje dat hij misschien een beetje onzeker was over die derde ronde. Ik weet het niet, hij heeft toch nog een beetje teruggevochten. Ja. Weet je, die dingen gebeuren, het is leven. Ik vond wel in de eerste ronde dat het Chris zijn tempo was. Marat trapte in zijn tempo, want normaal begint hij altijd veel sneller. Maar op dit moment leek net of hij in Chris zijn tempo ging. Ja, misschien was hij één keer geraakt en dacht hij, nou dan moet ik niet te dichtbij komen bij die man. Dat is waar. Dus, maar ja, dat is ervaring. En nogmaals, maar het is niet voor niks de nummer 2. Zeker weten. Het is een beetje in die competitie als, Björn Borg en Joe McEnroe. Ah, en weet je, het is de hele tijd, in dat geval is dan Marat en John McEnroe. Ja. Weet je, er wordt vaak tweede, dat is jammer, maar hij is wel een klasse apart. Ja. En dat is die City Chai ook. Ja. En we doen ons uiterste best om dat niveau te halen en de jongens te verslaan. Ja. En dat is wat anders. Ik denk dat Marat nog nooit in de Glory zo'n moeilijke wedstrijd gehad heeft. Zeker behalve weten. Tegen Aramchuk dan. We zijn hier met niemand minder dan Marat Grigorian. Eerste ronde. Vertel. Eerste ronde ging een beetje traag bij mij. Maar dus, ik heb dat vaker. Het was een beetje aftasten. Snap de derde, tweede en derde ronde begon ik pas los te komen.
Dus gewoon ook een beetje voorzichtig zijn, snap je? Wij zijn topatleten, topsporters. Hij komt voor te winnen, hij heeft een gameplan, ik kom om te winnen. Natuurlijk, je moet een beetje oppassen. Ja, zeker. Een beetje safe spelen. Hij had ook goede dekking deze keer. Hij heeft goede dekking, hij had er hard gewerkt ervoor. Jij zag het ook. Ja. Zijn dekking was heel hoog. Hij wist dat hij wilde zeker niet... wat ik zag, eerste ronde, hoe ik het bekeek, hij begon heel relaxed, ontspannen. En ik had niet verwacht dat hij zo relaxed zou beginnen. Ja. Dat hij dat natuurlijk niet gezegd, maar dat ik had verwacht, snap je? Ik had verwacht dat wij allebei gingen knokken, maar dat was het natuurlijk niet te zien. Ja. Ik was de enige die was gekomen voor te knokken, die naar voren ging vechten. Maar dat ik had verwacht, snap je? Ja. Daarom, diegene die altijd aanvalt, die speelt een risico. Ja. Om ergens open te spelen, snap je? Daarom moet je altijd voorzichtig zijn. Want een aanvaller heeft altijd een... Je bent altijd open, je bent altijd vrij. Ja, je hebt altijd een open plek vrij. Daarom moet je altijd voorzichtig zijn. Waarom ben je zo'n type vechter? Waarom hou jij ervan om zo naar voren te vechten? Ik weet niet, dat zit in mijn bloed. Armenen zijn strijders, snap je? Niet dat ik stoef of zo, maar Armenen zijn wel erg strijders. Jij ziet ook... Petrosian, Gabo Drago, snap ik. Je ziet dat ook van zo'n aanvallers, snap je? Die komen om iets te laten zien. Wat is nu je doel? Weet je, mijn doel is, ik focus me nu momenteel enkel voor Glory. Soms heb ik wel wedstrijden staan die worden geannuleerd. Ja. Dat heb ik al vaker, maar deze keer heb ik gezegd, ofwel zo. Dat zijn mijn regels. Ik moet om de zoveel maanden vechten, anders ga ik weg, snap je? Ja. Dus dat heb ik aanvaard. Ik moet normaal gezien om de maximum 3 maanden vechten bij Glory. Ik ga dat maand te lang wechten. Ik heb liefst om de maand. Echt waar. Als ik in China vecht, vecht ik om de maand of om de 2 maanden, snap je? Maar ze willen je ook gewoon tegen iedereen. Mensen willen ook gewoon tegen jou vechten. Nu weinig mensen, natuurlijk. Nu weinig mensen. Ja, zo niet iedereen aanvaardt dat, snap je? Ik ben ook niet iemand die komt punten te pakken. Dus dat is het risico, waarom dat die niet vaak accepteren. Ik vind persoonlijk dat je het goed hebt uitgespeeld. Ik denk de derde ronde dat ook een beetje meer ervaring was, voor mijn gevoel. Gewoon net... Toen was je meer in je ritme. Alles ging soepel. Ja. En constant die druk. En dat doet ook wat met een persoon, hè? Als je constant die druk erop houdt. Want jouw trainer hoorde ik zeggen: hou hem nou in de hoek. Hou hem. Lijkt net of er constant wordt gezegd: hou druk. Eerlijk gezegd, ik heb deze keer niet echt naar mijn coach geluisterd, mijn trainer. Uh-oh. Dat is niet goed. Uh-oh. Ik moest hem normaal gezien opsluiten. Dat was de bedoeling. Ja. Een beetje motivatie tekort, snap je? Ja. Dat is het. Als je een beetje normale tegenstander hebt, met alle respect tegen Baja, snap je? Ja. Maar voor mij was dat niet echt motiverend, deze partij. Ja. Eerlijk, snap je? Hij is een goede jongen, niet onderschatten of zo. Nee, maar voor mij. Voor jou, persoonlijk. Ja, ik denk zeg dat het nogmaals, hij is geen jongen. Met alle respect. Hij is van de toppers van deze gewichtklasse. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik denk wat je bedoelt. Dus zeg eens, kijk, voor Baja, nu mag hij tegen jou vechten. Snap nummer 2. Voor Baja is dat waar. Voor hem is het van, oké, als ik Marat versla, dan heb ik hem ook erop staan. Ja. Sitichai, denk ik, is voor jou een... Snap je, Sitichai. Maar Sitichai, die komt nooit naar mij om de knokken, snap je? Ja, is anders. We're here with Junior Tafa. He fought a tough match against Jamal Ben Sadiq. What happened? I went in for war. We had a war, but I feel as if, I was never in danger by any of his shots. I was kind of confused with my, what's the word? My mindset at the time was I was more worried about my cup. He seen it and he went after it, so. I feel as if he's not an honorable fighter, but sometimes I complained to the ref and he jumped on me with a knee and stuff like that. So, for a young cat in the game, 22 years old, youngest heavyweight, top 10 contender, youngest heavyweight, you would think these older guys would be a role model to us, younger cats, and be an honorable man, but... If that's how desperate these guys are to take me out, they want to go and bend the rules and do what he's got to do. It is what it is. So, will we see you again?
You will see me fighting for a long, like I said, I'm 22 years old. The fire will burn in me for a long time. I love what I do. This is the life I choose because I love it. So you'll definitely see me again, and you see me everywhere. So I still like your style. People like your style, man. The way you are, you can hit also. You know, if it wasn't for the fans, we wouldn't be where we are. So if you're not an entertaining fighter, if you don't fight for the fans, and what's the whole point? The fans are the one who work hard and use their own money that they've worked to come watch us perform. And if we go out there and not perform to the best, you know, you're just cheating the fans of their hard-working money. So I felt as if that's what happened tonight. I wasn't able to showcase all my skills that I've been training for the last 2 months. And, you know, I just a bit gutted. I've got to go home. And I would really like to see a rematch between you and Jamal Ben Sadiq. I would really love to see that. I would love a rematch with Ben Sadiq. I would love a rematch tonight with Ben Sadiq. I would love a rematch tomorrow morning with Ben Sadiq. Anywhere. I fear nothing. I fear no. You got two arms, I got two arms. You bleed like I bleed. So I fear no one in this division. I duck no one and I fight everyone. So give me anyone. You know, I fought Benny and Guto at 21, and then I went finals and fought Benny Adekuya. Treat me with some respect because I'm a young cat, showing everyone in my, where I come from is struggle, man, you know? So I show all the young cats that if anything's possible. You can fight on the world's biggest stage against the world's biggest cats, and anything's possible. We zijn bij, ja, de trainer van Jafar Wilnis, om jezelf voor te stellen. Danny de Vries van de Colosseum Gym Utrecht. Hoe vond je het gaan? Nou, ik was niet helemaal tevreden. Ik miste een stukje bewegelijkheid, een stukje snelheid. We hebben wel geprobeerd de middenweg te zoeken in werken en heel blijven. Ja. Daarom heb je me gezien dat we weinig low kicks hebben gemaakt. En uiteindelijk kunnen we natuurlijk de scores bijhouden. En uiteindelijk wisten we wel dat we de derde ronde moesten winnen, dus hebben we meer gewerkt. Maar ik hoop dat hij zo meteen wat sneller op de been is. De eerste ronde begon hij een beetje rustig, afwachtend. Ja, afwachtend. Ik denk ook dat hij voor zijn tegenstander was. Zijn tweede ronde was overtuigend voor Jafar en de derde ronde ook. Duidelijk. Ik wens jullie nog heel veel succes en nog twee wedstrijden. Ik hoop het. Goed, we gaan ervoor. Succes. Ze vragen wie gaat er winnen vanavond. Zeg je straight, gewoon Ben Sadiq, man. Gewoon straight. Waarom denk je? Hij is de man. Snap je? Hij moet op dit moment vechten, hè? Ja, ik weet, hij gaat zo vechten, daarom ga ik hem doen. Sorry man, ik ben je aan het ophouden, hè? Eerste ronde of tweede ronde? Derde ronde? Eerste, gewoon de één. Gewoon één, gelijk. Nee, tweede ronde. Tweede? Ja. Laat zeggen, hij gaat hem winnen. Laten we het daarop houden. Ja. Zeker weten. Ik denk met een knockout. Het begint nu. Ja, ik weet. Hoor hem. We zijn hier met Karas en hij heeft zojuist Hamisha zien winnen. Sterke overwinning, vond ik zelf. Beschrijf die 3 minuten voor jou. Ja, eerlijk gezegd, ik was zenuwachtiger dan hem. Omdat hij heeft een jaar niet gevochten. En dat heb ik ook gewoon teruggezien. Aan de kleine dingetjes, dat hij op sommige momenten toch wel open stond. En af en toe gewoon te veel wilde. Maar ja man, jullie hebben het gezien man. Mogen we niet wensen eigenlijk. Het was een supermooi begin, supermooi begin. Hij heeft tegen Miles Simpson gevochten. Ja, geen pannenkoek. Geen pannenkoek? Nee, zeker niet. Het is een jongen met ervaring. Heeft al vaker gestaan hier op Glory. De eerste partij heeft hij gevochten tegen? Tegen Jiraiya toch? Tegen Jiraiya, hè? Ja, toch? Ja. Jiraiya? Ja. Je wilt het, hè? Zal ik het herhalen? Nee. Dus ik denk dat ik wel een partij zou willen zien tussen Hamisha en Jiraiya. Ja, weet je wat het is? Kijk, wij zijn nooit zo geweest dat wij keuzes gaan maken of mensen gaan uitdagen of zo. Weet je, wat komt. En laat gewoon alles op ons afkomen, man. En we gaan voor niemand uit de weg. En ze vechten in dezelfde divisie. Zelfde gewichtsklasse, dus ja, ik zou niet gek op kijken dat ooit die partij zou komen, maar ik durf niks te zeggen, man.
Ik zelf ben benieuwd in een wedstrijd tussen Hamisha en Jiraiya. Ik persoonlijk vind dat zeker wel op dit moment een wedstrijd die iedereen zou willen zien. Jiraiya die dan de vorige keer heeft verloren van Groenhoek en Hamisha die nu gewoon eigenlijk zijn plek komt opeisen. Ik denk wel dat dat gewoon een toppartij zou zullen zijn. Waarom? Waarom? Omdat ze hebben allebei gewoon echt een grote aanhang. En allebei belooft gewoon altijd vuurwerk. En ik weet dat mensen het niet willen zeggen. Ze willen de naam niet noemen. Maar ik doe het lekker wel. Daarom zijn wij feitpress.nl. Als jullie ook vinden dat Jiraiya tegen Hamisha moet vechten. Reageer hieronder gewoon met vuur. Met vuur, gewoon allemaal vlammetjes. Dan weten we dat jullie down zijn. Ja, want ik wil het zien. Bang! Ik zijn hier met Hamisha. En gisteren heb ik je gesproken. Het zag er voortreffelijk uit. Ik weet niet, analyseer jezelf zou ik zeggen. Ja, ik begon de eerste ronde fel. Ik zag dat ik hem meerdere keren raakte. Op zijn hoofd en op zijn lever. En op een gegeven moment heb ik een high kick uitgedeeld. Ja. Die zat er goed op. En daar was de wedstrijd mee beslist. Maar we gaan even terug. Je gaat te snel voor de kijker. Luister. Op een gegeven moment, jullie begonnen. Ja. En ik zag dat hij wilde het spel gaan maken. Ja. Een paar stapjes naar achter. Ik dacht, ik ben benieuwd hoe je daarop ging gaan reageren. Ja. Ik zag dat je heel veel deed naar het lichaam. En ik zag dat je hem één keer goed in zijn leven had geraakt en dat je het zag. Ja, ja. Ik zag het ook en hij liet het ook merken dat ik hem had geraakt op zijn leven. Hij liep naar achter, ging steeds heel diep ademen. En de dekking was ook heel laag. Hij dekte vooral alleen maar zijn leven. Er was een moment dat je even heel veel druk ging zetten, echt heel veel. Dat was zeker 20, 25 seconden. Ja. En toen schakelde je terug. Ja. Waarom? Ze zeggen toch, je moet altijd één stap achteruit om twee stappen vooruit te gaan. Duidelijk. Ik ging even achteruit om weer rust te krijgen. Want je wilde hem even neerhalen, maar je zag oké, hij is te hard. Hij gaat niet neer, dus toen dacht ik, naar achter. Krijgt hij weer lucht. Gevoel van oké. Dat je niet meer kan, maar op een gegeven moment, je schakelde. Ja. En die hoge trappen heb je vaker gedaan. Dat heb ik ook gezien bij Koen Loen, maar ja, klopt. Precies hetzelfde. Klopt. Veel lichaamstrappen en dan eroverheen. Ja, dat zat toch goed op. Ja, gelukkig wel. Wat dacht je toen hij daar lag? Dus ik bedoel, het is jouw debuut. Ja. Heb je een beetje dat je denkt van sorry, of denk je van ja, het is wat het is? Nee, het is gewoon puur zakelijk. Ik haal natuurlijk liever iemand neer op zijn benen en op zijn lichaam dan op zijn hoofd. Op zijn hoofd dan krijgt hij toch wel letsel. Ja. Maar ja, het is of eten of gegeten worden. Zeker man, drop of de ronde. Dus jij houdt niet van terugdijzen, dat weten we. Eerste ronde. Ik denk dat ik voortaan lotto moet gaan spelen ofzo. Eerste ronde, 1,5 vuurwerk. Je hebt het waargemaakt. Ja. Ik heb mijn woorden waargemaakt. Ja. We moeten even wat verdienen of zo, man. Zeker. We gaan even wat. Remy, Veronica, je moet mij hebben. Ik weet wat ik zeg. Maar ik vond dat je goed je best hebt gedaan. Tegen wie wil je vechten? Nou, ik kan daar geen antwoord op geven. Ik let daar niet op. Dat betekent dat een Myrtle zou kunnen. Ja, wat je zegt, op een gegeven moment. En Jiraiya? Ja, we zitten allemaal in dezelfde gewichtsklasse, dus we zien wel wat de toekomst brengt. Dit is de soccer bike. You know? Bike secret in the soccer. So, Guto, how are you feeling? Yeah, I'm feeling good. You know, I just got a cut in my nose and it was a really tough fight. Two really tough fights, and Jamal was in his night, you know. He deserved to get the title, and congratulations for him. Nice, nice. I find you a real warrior. You're a real tough person. Because I see that he hit you sometimes, but I don't know, you just don't want to give up.
yeah, I never give up and I can get a lot of points in my head, you know, everybody knows it. And let's go, I came for war and that's what I have. Where were you raised? I mean, in Brazil, but how were you raised? Were you always raised to be tough? Yeah, for sure. My father is my coach and I have learned everything with him. And that's why my family is a family of warriors. I think so too. I like your style. Thank you. Hier hebben we. Je weet het is de kleinste baas. Als ze naar 5 zal vasthouden. Yes. James, 072, SO naar over die. We zijn er gewoon Alkmaar. Helemaal top. Wat vond je van het event? Ik vond het een mooi event. Ik was wel een beetje laat gekomen. Alleen het Eetmans toernooi. Gruwelijk hoor. Ik zeg heel eerlijk, mooie KO's en mooie partijen, man. Verdiende winnaar? Ja, zeker. Ik vind van wel. Ik had eerlijk gezegd ook verwacht dat hij zou winnen. Dus, duidelijk. Ja. Helemaal top. Ja, man. Ik vond het een top gala, man. Zoals die vechter dan. Zoals die mensen die ik in actie. Dat was een goeie, man. Zeker, man. Helemaal top, man. Ik vond het zelf ook echt een goed gala. Echt top. En ik hoop jullie gauw te zien. Ja toch, we zien elkaar gauw, bro. En je weet, overal zijn we te zien, man. Sowieso, man. Komt goed. Dankjewel voor de love, man. Geen stress, man. Ontspannen, je weet het toch. Bro, relax. We zijn er weer. Sowieso. Aan de platform. Ja. Ziet aan de achterkant. Ja. Glory. Ja, man. Hoe ging het volgens jou? Kijk, ik ben tevreden. Ik heb gewonnen. Het was mijn eigen thuisstad. Weet je, als je mij hebt gevolgd, jij volgt mij sowieso, dus ik ga het niet eens uitleggen. Maar, ik verwacht ook nog iets van je. Ja, daarom. Dus dat sowieso. Maar weet je, ik heb een bewogen jaar gehad, weet je. Met partijen die niet door zijn gegaan. Dan loop je tegen een zepertop. Dan kom je ineens terecht in Glory. Wat voor mij al eerder al moet gebeuren, maar het is wat het is. Want ik ben heel blij dat ik nu hier sta. Dan leg je toch onbewust iets te veel druk op jezelf. Want je wil het gewoon goed doen, weet je. Je wil het kosten met kost, wil je het goed doen. Dus in de eerste ronde was ik eventjes zoekende. Maar daarna, heb ik gewoon mijn ding gedaan. Je zag die matrix moves en zo, toch? Zeker weten. Ja, toch. De eerste ronde vond ik een taaie ronde. Ja. Ja. Beiden waren jullie echt aan het aanvallen, ja. Aftasten. Ja, ja. De eerste ronde ging naar hem toe. Wat dacht je? Wist je het al? Kijk. Eerste ronde ging volgens mij op basis van hem toen ik hem echt een hoek gaf waar ik even van licht op mijn benen was, snap je? Weet je, ik dacht zoiets van, ik raakte niet in paniek. We zijn professionals, dus ik dacht zoiets van, weet je, als die ronde voor hem is, ga ik het nu gewoon goed zetten. En dat heb ik ook gedaan. Zeker weten. Ja. Eerste ronde vond ik naar hem toe gaan, tweede ronde vond ik dat je het terugtrok. Ja. Derde ronde denk ik ook omdat je heel veel liet missen. Ja, ja. Dat de scheidsrechters ook iets hadden van oké, je hebt toch controle over de partij op een of andere manier. Ja, klopt. The name of the game is hit and not get hit. Hè. Dus, zeker. Dat heb ik gedaan. Dus je kreeg het voordeel van de twijfel. Ja. Maar stel, het zou een extra ronde kunnen zijn. Ja. Dan denk ik wel dat je nog steeds zou kunnen overleven. Sowieso, bro. Die einde van de derde ronde was hij leeg. Ik merkte het ook. Hij was echt zwaar aan het ademen. Je zag zijn kop ook, hij had echt een bloedneus, dus hij had al moeite met ademen. En ik was nog wel fit, ik had volgens mij gewoon 5 ronden zo kunnen draaien. Als een lichtgewicht zijn die moves die je maakt, ja. Dat zijn wel echt, dat zijn niet lichtgewicht moves. Dat zijn infamous. Dat zijn de infamous moves, je weet zelf. Dat kan alleen ik. Kan alleen ik toch? Maar luister, dat was geen geluk. Want nee, geluk is één keer. Geluk is één keer, maar ik deed het 5, 6, 7 keer. Dat is gewoon gochme. Weet toch, als ze praten over voetbal, zeggen ze van een speler als Messi. Ja. Ik vergelijk mezelf niet met Messi, hè. Weet toch wat ik dat weer over me heen krijg. Maar een speler als Messi heeft voetbal gochme. Je weet wat hij aan het doen is voordat hij het wil doen, snap je? En dat heb ik ook met kickboksen. Je hebt heel veel boksen, veel boksen zit je nu erin. Dat doe je niet in de eerste ronde, omdat je dan een beetje aan het aftasten bent. Maar op een gegeven moment, als je afstand weet. Ja. Ja. Dan ga je dat soort dingen erin gooien. Ja, dan kom je erin, weet je. Kijk, wat kan je ervan zeggen? Ik was in de eerste ronde even zoekende. Ik had last van de druk. Weet je, onbewust. Wil je het gewoon goed doen. Dus dat, weet je. En daarna heb ik het gewoon, kwam ik in mijn ritme. Dan zie je gewoon dat alles veel makkelijker gaat. Dit is jouw debuut. Ja. Hoe had je het voorgesteld? Sowieso met de winst.
Dat is het belangrijkste. Ik heb de winst gepakt. Tuurlijk, kijk, natuurlijk wil je bam, bam, bam eruit slaan en een topprestatie neerzetten. Weet toch echt een topprestatie. Ja. Maar het was gewoon een goede prestatie. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En nu kijken we verder naar 2019. 2019, je bent gecontracteerd. Heb je daar ook nog een bepaalde aantal gevechten voor gekregen? Ik zit hier 2 jaar, 4 tot 3 partijen per jaar. Ik wil graag in het buitenland vechten. Ik pak die buitenlandse stripjes wel. Het is altijd leuk, zie je de wereld. En, zeker. Ja, weet je, ik kijk sowieso uit naar 2019. 2019 moet het jaar wel dat ik ook deze glory titel pak. Ik weet wat hij gisteren al zei. Ik heb er al 2. Ik heb er al 2, dus het moet 3 worden. Zeg ik het nog een keer. En dus 2019 moet het gaan worden. Eerst ga ik lekker genieten van de feestdagen, van de mensen die dichtbij me staan. Mijn succes draag ik mee aan mijn team sowieso, maar ook aan mensen die altijd voor mij zijn geweest. En dan noem ik er een paar op even, zoals mijn broer, Euroliefde. Dat zijn allemaal gasten die dichtbij me staan en die ik gewoon lief heb. Dus ook mensen van mijn verleden die een steentje hebben bijgedragen aan mijn succes, ook hun wil ik bedanken. Dankjewel. Ik was een oprecht gesprek, dankjewel. Ik hoop je snel te zien. Ja, ja. En ik verwacht nog het een en ander van jou, want ja, tegenwoordig droppen onze video's heel snel. Ja, ja. Ja, en misschien een petje of een... Ik heb die belofte gemaakt volgend jaar, want ik kreeg die herinnering, man, zag ik. Dus ik ben slacking, dus is mijn fout. Maar wat we gaan doen, ik ga je van de week bellen, we gaan naar Bayeux. Mijn sponsor, weet je, Bayeux. Gaan we daar wat leuks uit zoeken op mijn kost, ja? We doen die dingen. Ja. Is goed, man. Dankjewel. Ja, fijne dag. Thanks. Hos. Ja. Met welke hand ga je het geld tellen? Het geld? Met welke hand ga ik het gips tellen, bedoel je? Het geld is het minst belangrijke van vandaag. Echt het minst belangrijke. Ik hoop dat ik een mooi ding ermee kan doen. We gaan het waarschijnlijk aan een goed doel besteden, maar dat gaat wel duidelijk worden de volgende weken. Dat mag je echt nog niet doen. We zijn met verschillende organisaties bezig. Ik kan er echt heel weinig over kwijt. Ook wat je misschien zelf hebt overwonnen? Dat kan best. Dat kan best. Ik ben altijd aan het gokken. Dat is natuurlijk het doel. Maar we zijn met verschillende, zoals ik al zei, echt met verschillende organisaties bezig. Hoe voel je? Ik bedoel, kijk, je hebt nu de groene belt. Jij moet tegen Rico gaan vechten. Iedereen wacht erop. De vorige keer, de eerste ronde, had je hem bijna neergehaald. Bijna. Ik denk dat je er elke dag over zit te dromen. Nee, dat heb ik niet gedaan. De eerste keer heb ik gewoon de tweede ronde op knockout. De tweede keer heeft hij gewoon de vijfde ronde op knockout. Het staat dus 1-1. En ik kan niet wachten op de derde wedstrijd. Nu ben je veel fitter, veel topper. Veel fitter vind ik persoonlijk. Je oogde fitter uit. Je was scherp. Ja, we zijn constant. Ja, we zijn harder aan het trainen. We zijn de sport iets serieuzer aan het nemen. En, we worden een jaartje ouder en we doen er alles voor. Dus dat is het resultaat. Ga je meteen nu naar het ziekenhuis toe? Ja, meteen naar het ziekenhuis. Ik weet nog niet welke ziekenhuis, in Nederland of in België, maar ik heb wel gelijk naar het ziekenhuis. In Nederland zijn ze beter? Ja, in Nederland zijn ze beter, maar in België kennen ze me toch allemaal. Dankjewel. De enige echte? Nick Hemmels natuurlijk. Nick, wat gebeurt er? Ik zie allemaal winnaars vandaag. Ja, daar doen we het uiteindelijk wel voor, weet je. Maar verliezen hoort er ook bij. Zonder te verliezen kun je ook geen goede winnaar zijn. Zeker weten. Maar we hebben er keihard voor gewerkt en we hadden dit ook wel verwacht, om stiekem een beetje eerlijk te zijn. 100.000 euro, dollar? Ja, dat is bijzaak. Dat is leuk, dat denken we morgen aan. Als we wakker worden, denken we aan die ton. Ik vind dat iedereen die geld heeft zegt altijd, het is bijzaak. Luister, het is voor mij geen ja, bijzaak. Ja, maar dat geld is op binnenkort. Die prestige niet. Die titel gaat niet weg. Dat is waar. Dat is waar. Ja, het is leuk natuurlijk. Als het voor niks was, hadden we het niet gedaan. Maar... Hier, kijk, we hebben hem, hè. We hebben hem. Het is mooi en bij. Ja. Bijzaak. Ja, bij. Het is natuurlijk ook mooi. Maar hij wil het ook natuurlijk gaan teruggeven, dus dat vind ik al mooi. Ja. Dat vind ik sowieso al mooi. Even weer van hak op dak, Marat Grigorian. Eerste ronde. Ja, stond hij achter? Ja. Had je dat verwacht? Marat is niet altijd even snel aan het starten. Maar qua puntentelling, had je dat verwacht? Vond je het ook terecht? Ja, ik moet het eigenlijk nog een keer terugzien, want je kijkt vrij anders naar een partij vanuit de hoek. Maar ik vond wel kilo de eerste ronde. Alleen ik vond wel dat Marat toch wel sterker en meer rust, gecontroleerder oogde. Maar
Ja, anyway. Ik heb verloren de eerste ronde. Daarna heeft hij het wel laten zien. Maar ja, Baja ook een goede vechter. Zeker weten. Topkozer. Ik dacht dat de eerste ronde dat Marat echt in Chris Baja zijn spel werd gezogen. Dat was rustig. Dat was te tam. Ja. Ja, en daarna heeft wakker geschud. Ja. En toen tweede ronde, toen ik weet niet wat jij in de hoek hebt gezegd, maar... Meer logics moest maken. Meer logics, ja. Meer trappen. Ja. Maakt mensen moe. Ja, en die trappen zijn toch, kijk, de dekking hoog, de stoot op je dekking zijn niet fijn, maar die zijn makkelijk te houden. Je moet af en toe wel afwisselen natuurlijk. Duidelijk. Jij bent eigenlijk toch het tactische brein achter deze vechters. Dat ja, vergeten mensen vaak. Ja, maar dat weten ze nu weer. Huh? Dat hebben we vanavond weer even laten zien dat de tactiek heel belangrijk is. Dat vergeten mensen vaak. Hoe bereid je ze voor? Want ik bedoel Ben Sadiq, die 2 meter. Hoe hou je die pets voor hem vast? Ja, door mentaal en fysiek toch wel sterk te zijn. Niet vergeten, ik ben het broertje van Ramon Dekkers en de zoon van Corem. Ze moet toch ergens vandaan komen. Hij is wel ready, hè? Normaal kunnen we mensen een beetje aanpakken, maar dit is zo... Ja, ik doe gewoon terug. Ze ik zijn moet wel die bal terugkaatsen af en toe, dan blijf ze ik zijn wel. Maar oké, okay, dus nu Marat gewonnen. Harut, wanneer kan ik hem weer zien? Nou ja, helaas, vorige keer had hij een virus in zijn buik. Dus de dokters hebben hem echt niet fit verklaard om de partij vorige keer te doen tegen Doumbé. Maar de eerstvolgende partij wordt toch wel Doumbé. Doumbé is echt vervelend. Ja, maar Harut ze klappen ook. Gaat hij hem raken? Hey, 5 rondjes, hè? 5 rondjes is lang. Ja. Zeker weten. Nou ja, Nabiev is ook lastig. Dat klopt. Die kreeg hem toch ook eventjes. Ja, weet je, kijk, iedereen gaat vanuit dat Harut alleen een hart slaat. Maar ik kan ook nog wel een tactiek bedenken. En we gaan het zien doen, maar is inderdaad lastig. Voor een hele leuke, interessante wedstrijd. Een zwaar. Hij tankt jou ook gewoon, hè? Ja. Maar dat moet ook. Hij tankt jou gewoon. Ja, ik bel met hem alles. Hij tankt hem gewoon van, hey Nick. Waar is Harut? Hij is ook maar hij stuurt hem ook gewoon berichten. Ja, tuurlijk. Maar hij zegt ook zo, hij zegt, weet je wat het is? Harut reageert toch niet. Dus het is niet leuk, ik moet jou tegen. Harut reageert niet. Hij is echt een pestkop deze. Ja, maar dat is leuk, het houdt wel de sport. Zeker weten, ik volg hem ook en ik zie ook dat hij altijd constant bezig is met gekke dingen aan het doen. Maar Harut is heel anders. Heel rustig, heel relaxed. Kalm, heel lieve jongen. Maar wanneer zij in de ring betreden, die Marat en Harut. Maar die Jamal is wel een boefje in de ring, die Jamal, vind ik. Ja, maar ja, dat moet. Want de eerste wedstrijd zag ik hem gelijk even verder loeren op hetgeen wat al. Dacht ik, oh. Ja, hij zegt dat is een tok. Een keer die tok was los, maar kijk naar de replay, die was toch echt niet op zijn tok. Ja, het was een beetje kielen, vond ik. Maar het is jouw vechter, dus dat hoort erbij. Frontkicks zijn hard, geloof me. Die frontkicks? Je hebt ze gevoeld hè, tijdens de training, hè? Maar hoe doe je het maar? Serieus, jij kan gewoon die pets gewoon vasthouden, ja, geen zeker. Stress. Ja, zeker. Ja, ik heb soms ook wel last, maar dat hoeft niemand te weten, toch? Ja, dat weten ze dat nu. Dat is gewoon achter de schermen. We gaan iets leuks doen en we willen een aantal sportscholen willen we gewoon echt een beetje gaan volgen. En ik heb jullie ook in het vizier. Ja, dat moet wel op zijn minst, toch? Kom op, man. Pareltje van het zuiden. Ja, ik denk het wel. Weet je, ik vind van wel. Ik vind wel dat jullie goed werk leveren. Eerlijk, gewoon serieus. Al 35 jaar, hè? 35? Ja, mijn vader was eerst natuurlijk. En toen kwam Ramon nog even. Die sloeg ook alles in elkaar. Was op 36? Ja, of 37 kan ik. Even. Was het 35? Was het 35? Ik denk 36. Okay. Ja, ik denk dat jij gelijk. Okay. Ik ben een jaar ouder geworden. Ik weet het toch? Zojuist zijn we in Rotterdam geweest en het was gewoon te gek. Jullie moeten er de volgende keer bij zijn. Want het zag er mooi uit. Jamal Ben Sadiq gewonnen. Marat Grigoryan gewonnen. Tijani Bestati gewonnen. Ertuğrul Bayrak gewonnen. Hamisha gewonnen. Het was gewoon echt geweldig. De sfeer was uitmuntend. Ik wil iedereen bedanken. Van Glory, ik wil Triple P Entertainment wil ik ook bedanken. Ik hou nog steeds van jullie. En voor de rest, dank jullie wel voor het kijken. Dit was weer een aflevering van Fightpress.nl. Zorg ervoor dat je hem gaat liken. Zorg ervoor dat je ons gaat delen. Tavares zegt dat hij zijn handschoenen gaat hij gewoon weggeven. Hij heeft ons ook uitgenodigd bij Björn Leu. Wow. Misschien dat we even met hun ook iets kunnen verzinnen dat iemand wat kan verdienen. Maar geloof me, tag je mensen. Volg ons, fightpress.nl, de enige echte. Wij zijn nummer 1.